Ik huil nou best wel veel. Best wel vaak. Ik heb kinderen, hè? Dan word je best wel vaak boos. Echt boos? Ik word niet zo heel erg snel echt boos. Maar als er iets onrechtvaardig is of als ik iets echt heel erg oneerlijk vind, dan kan ik heel erg slecht tegen. Ik ben een enorme schoenenfreak. Echt enorm. Ik kan ook geen schoenen wegdoen, vind ik heel lastig. Maar ik heb sinds een jaar besloten om eigenlijk zo min mogelijk kleren nog te kopen. Wat best lastig is. En als ik dan kleren koop, dat het dan redelijk duurzaam is en of zo duurzaam mogelijk is. Ik huil nou best wel veel. Best wel vaak. Ik word best wel snel geraakt of zo. En ik denk zeker, mijn kinderen zijn een soort, dat is gewoon een open zenuw. Ik kreeg laatst een heel ontroerend lief briefje op een nachtkastje van mijn oudste zoon. En ja, dan moet ik eigenlijk meteen huilen. Ja, het stond op dat hij ons heel erg miste. Oh. Terwijl ik één avond weg was, maar hij wil ons het liefst allemaal helemaal bij elkaar hebben. Elke dag, 24 uur per dag. Ik voel me geloof ik niet zo eenzaam. Nee, ik vind het ook heel fijn om af en toe alleen te zijn. In de wetenschap dat ik heel veel liefde om me heen heb en nooit alleen ben eigenlijk. Ik vind het heel erg fijn om overdag alleen te zijn, met de kinderen naar school zijn en mijn man aan het werk. En ik vind het ook heel erg fijn om 's avonds een haartje aan te doen, een boek te lezen of te gaan schrijven. Ik hoop elke dag iets te leren, iets nieuws te leren. Nou, vandaag door dit interview heb ik weer geleerd dat ik me dus nooit eenzaam voel. Dat ik dat toch wel echt fantastisch vind. Ik voel me best wel vaak gezegend of zo. Ik voel best wel vaak dat ik denk, oeh, wat heb ik toch een geluk in mijn leven.